Niet ja. lang geleden hadden we het bij het werelduurrecord van Dan Biggum over gratis watts. Ja. Ik zou zeggen, hier liggen ze ja. toch? Ja, ja, klopt. Welkom bij de Slimmer Presteren-podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens. Tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over hardlopen in de slipstream van je voorganger. Zinvol of onzin? Terwijl wielrenners er alles aan doen om op de fiets uit de wind te worden gehouden, schuwen hardlopers het kopwerk tijdens een race veel minder vaak. Spelen slipstream en stroomlijn helemaal geen rol tijdens het hardlopen? Of is het juist wel slim om achter de rug van je voorganger te verschuilen? En hoeveel voordeel levert dat dan op? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Hey, goeiemorgen Welkom. Nieuwe aflevering van de Slimmer Presteren podcast. De best beluisterde podcast over hardlopen van Nederland. Jij zegt het. We hebben het over veel... Nou, nee, nee, nee. De cijfers. <laughs> de cijfers we laten we dat zien. Chartable, uh, daar kun je ranglijsten kijken. Uh. Categorie sport en dan hardlopen zijn we het best beluisterd. Maar ja, we hebben het over veel meer. Maar vandaag hebben we het wel echt over hardlopen. Uh -huh. En over een slimmigheidje, misschien wel, voor tijdens de wedstrijd. Het evenement, ja. wat je niveau ook is. Namelijk het effect van wind. We hebben het natuurlijk al vaker over gehad. En we gaan nu uitzoeken, wat is het effect van zin, wind? En heeft het inderdaad zin om uh, wat, misschien wat meer uit de wind te gaan lopen? Maar bij het begin beginnen, wa waarom? Jurgen, waarom hebben we het hier over vandaag? Uh, waarom? Omdat uh, enerzijds bij het wielrennen ja, uh, heel veel aandacht is voor. Wij hebben ook een aflevering aan aerodynamica uh, gewijd. Uh, 60 Ja, winst met wind. ja. En het komt, nou, het werelduurrecord hadden we het ook weer over. Uh, aan de andere kant Ik hebben Ik denken, vlak voor de zomer... onze lessen uit het sub-7, sub-8 ja. triathlon-experiment... ging Klot. alleen maar over fietsen uit de wind. Ja, en bij het lopen verbaasden wij ons toen... ook door die twee verschillende strategieën... waarbij uh, de ene, volgens mij onze... Deen... De juist wel achter iemand liep en de een skipper juist weer nee. niet nee. en dat we zeiden nou daar wordt dan helemaal niet over nagedacht nee. en ik uh, laatst hebben we een EK atletiek natuurlijk gehad in München. en dan komen er ook altijd wel weer vragen langs zie ik op de social media van ja waar die wapperende shirts nog steeds uh, die die rugnummers borstnummers die uh, ook niet heel uh, strak zitten uh, haren van uh, met name dames uh, staarten die meewapperen, speelt dan aerodynamica helemaal geen rol bij het hardlopen? Nee, en dan ga je denken en het ja. buikgevoel antwoord op ja. de clubs en op de training dan nee, nee, want hardlopen gaat zo langzaam. Ja. daar uh, dat heeft geen effect. En dan hebben we natuurlijk ook over uh, ja, dat onze, onze conclusie bij aflevering 60 was ook ja, al dat aerodynamica. Uh, die winst die daar te halen is, uh, ja, dan moet je wel minimaal 40 km per uur al echt gaan fietsen. Ja. En dan wordt het echt interessant. Ja. En alles daaronder, nou ja, goed, het zal allemaal iets helpen, maar nou ja, 40 km per uur hardlopen is al een stuk beter. Kip Jogi nee. zit dan ergens uh, met z'n twee uur op uh, 21 km per uur. De marathon in twee uur, ja. ja. Aan de andere kant, uh, goed, ma marginal gains uh, blijven interessant. Uh, gratis ja, gratis watch, in, of in dit geval gratis uh, seconden, wil iedereen wel. Ja, en, en wat is specifiek de aanleiding vandaag dat we nu zeggen, nou, we maken er toch nog eens een aflevering over. Kijk, Omdat, de, ja, ik, de intro uh, verraadt het al ik, en de manier waarop we erover praten verraadt het al, ja. want waarschijnlijk ligt hier wel wat. Ik, uh, ja, ik volg natuurlijk de literatuur en er uh, was een stuk van, uh, in ieder geval van Hutchinson... Uh, ja, Alex, Alex Hutchinson, Hutchinson bekende ja, wetenschapsjournalist. Die zat er bovenop, want die had al een, een preprint. Hij, uh, hij is wel hij is officieel geaccepteerd, maar nog niet ergens te vinden op internet van onder andere Wouter Hoogkamer. Die wij natuurlijk als uh, onze ja, de special guest hebben gehad. Hardloopwetenschapper uh, uit de USA. En voor de mensen die nu voor het eerst inschakelen. Wouter Hoogkamer is Mr. 4%. Oftewel toen voor het eerst die grote, dikke, nieuwe, snelle schoenen kwamen. Die we nu al normaal vinden. Ja. Heette die heette de Nike Alpha Fly 4% geloof ik. Of de Next. De Vaporfly, de Vaporfly 4%. Ja. En die 4% kwam uit de studie van Wouter Hoogkamer. Ja, ik zeker nog eens terugluisteren. En wij hebben hem natuurlijk als special guest gehad. En uh, toen hebben we het eigenlijk alleen maar over schoenen gehad. Maar hij doet natuurlijk heel Ja, hij doet meer onderzoek. Ja. En onder andere uh, recent dus een studie naar ja, wat is nou de impact eigenlijk van luchtweerstand op uh, ja, het hardlopen. Snelheid, uh, vermogen komt dan vaak langs. Uh, en nou wel interessant hoe ze dat benaderd hebben en ook uh, natuurlijk uh, ja, welke, wat hun conclusies zijn ja. en implicaties. Dat en we die studie is eigenlijk de basis van deze aflevering. Ja. Nog één leuke side note over Wouter Hoogkamer. Die is dus voormalig gast. Jij zei het al: gasten nodigen wij uit om lid te worden van onze exclusieve Slimmer Presteren Strava Club. Daar zit Wouter in. En uh, als jij dan denkt: oh, dat vind ik wel leuk, kun je zien wat hij allemaal uitloopt. Hij veel en ja. hard. <laughs> uh, als je daar uh, je ook eens door wil laten inspireren, dan moet je vriend van de show worden. Kijk dan op vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast. Voor een kopje koffie in de maand hoor je bij dat excessieve gezelschap. Uh, steun je de podcast? 25% korting op alles in de webshop. En dus ook lid van die Strava Club. Laten we maar eens in de wereld van uh, Wouter Hoogkamer stappen. Wat, uh, wat ging hij doen? Wat ging hij bestuderen? Ja, uh, misschien eerst ook nog een stapje terug. Is dit dan nieuw? Is dit nooit onderzocht? Het is zeker al onderzocht. Oh. Uh, ja, alleen uh, je, je, goed inzichten veranderen, uh, schrijven voort en technieken veranderen. Kijk, iedereen grijpt eigenlijk terug op alle studie van 1970 van ene meneer Puke. Ja, wat is Wat in de nemen? Yeah, yeah. Die eigenlijk best wel slim uh, vond ik uh, benadering. Ja, uh, hoe ga je het eigenlijk meten? Hè? Ik ben natuurlijk in een windtunnel geweest toen met, met beukenboom en met een wielrenfiets is het. Uh, Redelijk straightforward. Je zet gewoon je fiets op een plateau. Ja. En dat plateau, daar zet je, je fiets in vast. De renner gaat erop zitten. Onder dat plateau zitten sensoren, krachtsensoren die uh, ja, de, de kracht meten die eigenlijk de uitgeoefend worden. Ja, ja. En, die, en je zet die wind aan. In het geval van Beukenboom ging het om 55 kilometer per uur, want dat was de, de snelheid die hij moest gaan halen voor het werelduurrecord. Nou, dan kun je een kracht meten en dan kun je eigenlijk aan de hand daarvan ook bepalen van hey, welk vermogen moet ik nou trappen om eigenlijk die kracht te overwinnen? En dan... Heb je het al? Uh, we praat je over vermogen? En dan gaat het om het mechanisch vermogen. Ja, want je kan gewoon uitrekenen hoe hard moet ik op een pedaal duwen ja. om die kracht weg te ja. nemen. Uh, maar het Dat is gaat hard... hardlopen al anders. Ja. Precies, hebben we ook een aflevering? Ik zou zeggen, gehad. Heb, er wordt hier een mooie ja. uh, aan één rijgen van oude afleveringen. Als je nieuw bent, ga vooral ook eens op zoek naar onze aflevering over Lopen op Vermogen. Daar uh, leggen we ja. dat helemaal uit, graven we dat helemaal uit. Bonusaflevering erbij en alles. En dit zeg ik allemaal om ondertussen snel te scrollen en te zien dat dit aflevering. Nou, ik kan hem toch zo gauw niet vinden. Uh, ja, daar is hij, 86. 86. Ja. Nou, want dan zou je zeggen: nou, zet een hardloper nou, op een loopband eventueel met, met krachtplateaus uh, rond. Of zet hem eigenlijk vast en meet gewoon van: oké, okay, hetzelfde als met een fiets. Hoeveel kracht wordt er nou uitgeoefend op dat lichaam? Door de lichaam? wind, op dat ja. lichaam. Ja, nou, um, maar het lichaam ja, zo van een simpel is het beweegt. niet Ja, want die, ja, die mechanische energie die kunnen we eigenlijk niet meten. Er beweegt van alles, armen. Er wordt natuurlijk energie opgeslagen in pezen en in spieren, waardoor het eigenlijk onmogelijk is om mechanische energie te meten, maar wel metabolen energie en dat doet die vermogensmeter eigenlijk ook. Is eigenlijk hoeveel energie wordt door de, ja, het lichaam, de spieren steeds uh, aangemaakt om vooruit te snellen. Ja. En voor de hele loopbeweging. En dan die vermogensmeter, die hardloopvermogensmeter, ja, zoals een stride. Precies. Ja. En dit dan is een klein zijstapje voor mij dit keer. Het feit dat we het hebben over het verschil tussen mechanisch vermogen en metabol vermogen, ja. oftewel hoeveel vermogen genereert het lichaam, is ook de reden dat als je traint met een vermogensmeter op de fiets en met zo'n hardloopvermogensmeters, dat 320 ja. watt op het een is niet 320 nee. watt op het ander. Nee, nee. en dus de, de, de linking uh, pin, de factor eigenlijk die die twee verbindt, is de efficiency. Ja. Dus eigenlijk van hoeveel metabole energie wordt uiteindelijk... Ja, in het fietsen of het lopen gestopt als zijnde mechanische energie, ja, en dat is voor uh, het wielrennen ja ook makkelijk te zien. Dat is ongeveer slechts een kwart, hè? 25 75 procent gaat eraan als warmte, ja. En bij het hardlopen, ja, bij gebrek aan hele betrouwbare metingen of van mechanisch vermogen, ja, slingert dat nogal ja, uh, ergens tussen de 40-60 procent. Kom ik tegen, dus. Ja, dat geeft me aan. Ze weten het nog niet heel duidelijk wat nou wat die factor efficiency factor is van metabol naar mechanisch. Nou, metabol dat kunnen ze heel goed meten uit de ademgassen. Ja, uit puur in uitademing van inademing van zuurstof, uitademing van CO2. Dan kan je eigenlijk meteen zien van, ah, zoveel energie wordt er per seconde uh, aangemaakt. Ja. Uh, want zoveel zuurstof wordt er uh, eigenlijk geconsumeerd. En dan kun je een mooie schatting van je metabolen uh, vermogen maken. Um, en, en dat is ook de benadering die nu gedaan is. En ook in, in de het studie volledige... van Wouter Hoogkamer. Ja. Want je begon eigenlijk. Je hebt nu ons uitgelegd waarom het zo ingewikkeld ja. is. om de factor wind te meten. in een wetenschappelijke opzet. Ja. Je gaat ons zo vertellen hoe Wouter dat heeft gedaan. Jouw eerste retorische vraag was. Is dit nooit eerder verzocht, er, ja. onderzocht? Dan zei je meneer Puke in de jaren zeventig. Ja. En die deed eigenlijk: die zette iemand op een loopband. Ja. En die liet hij dan uh, lopen met. Nou, bepaalde snel, verschillende snelheden. Uiteindelijk naar 20 km per uur, 21 zelfs. En dan elke keer krikte hij eigenlijk uh, de luchtstroom op. Stond ja, een soort van was ventilator het, voor ja, een ventilator, ja. misschien ja, een beetje voorloper van een windtunnel. Mm -hmm. En hij zei, nou, dan ga ik eigenlijk uh, evenveel uh, wind tegengeven, als dat jij uh, vooruit loopt of als jouw ja, snelheid. Precies. En dan ging je kijken, wat is nou de impact op het verbruik van zuurstof? Oké, okay, dus dat was ook al met zo'n ademgasanalyse. Ook ja. al kijken, wat gebeurt er met dat metabole ja. vermogen. En die kwam uit inderdaad op uh, het loop van 20 km per uur... dat het iets van 7 à 8 procent van je metabolvermogen uh, kost, zeg maar. Dat kost okay. extra 8 procent. Nou, alleen, daar zijn er commentaren van... Oké, okay, de, hij deed heel weinig proefpersonen. Uh, dat waren nog niet allemaal toppers. De ademgasanalyse was natuurlijk ook niet uh, zo als hij tegenwoordig is. Dat kan allemaal beter. En bovendien, ik hoor jou zeggen 20 km per uur. Uh, als ik even denk aan al onze amateur-hardloopluisteraars, die lopen nee, dat bij lange na. Precies. Niet. Dus ja, hij mat bij, ja, in ieder geval bij die hoogte. ook bij snelheden ja, waar wind ja. meer een rol gaat spelen. Toen hebben andere mensen bedacht: hey, kan dat ook nog op andere manieren? Nou, is ook heel slim. Uh, studies daarna, he, he, heeft hij zelf ook nog gedaan, die puke, maar daarna kwamen anderen die gingen het ook doen. Hey, maakt het eigenlijk uit wat als je op een loopband loopt of op de weg? Want ja, wat is het verschil? Op een loopband dan heb je niet te maken met luchtweerstand. Je blijft gewoon op je plekje. Ja. En op de weg, dan ga je wel bij uh, snelheden. Uh, hoe, ja, En bij toenemende snelheid ondervind jij gewoon meer uh, lucht die tegen ja. opbokst. Uh, dus nou, kregen mensen apparatuur om, om weer die zuurstofconsumptie te meten uh, op de loopband of op de weg. En daar, ja, daar rolde ook ja, iets soortgelijks 6% verschil tussen. Afhankelijk natuurlijk ook weer een beetje van de snelheid. Want hoe harder je loopt, hoe meer relatief vermogen uh, dat kost. Maar deze 6 tot 8% die ik jou hoor zeggen, is niet uh, de algemene volkswijsheid. Bij hardlopen doet winter niet toe. Nee. Of was dat dus juist die, bij deze hoogsnelheden? Dus dit was bekend. En ook Puke liet gewoon in zijn eerste experiment eens dus een keer een mannetje voor de proefpersoon lopen. En dan zei hij, nou, je kan toch wel 70, 80% uh, ja, um, energie winst boeken. Dus dat het minder energie kost om bij de signalen te lopen. Ja, dat werd denk ik een beetje afgedaan als laboratoriumwerk. En uh, ja, de praktijk is weer barstiger van, ja, hoe... Ga je wel, wil je wel achter iemand lopen? Hè? Hoe fijn is dat? Net al, en dan moet die persoon precies hetzelfde tempo lopen. Ja, dit werd, werd door jou en Guido voor mijn voeten geworpen, toen ik al in die aflevering over sub 7, sub 8 ja. zei. Ik doe dit al. Ik zoek ruggen op. En toen kreeg ik dit inderdaad als, als ja. tegenwerping. Ja, ja, maar dit uh, moet precies in hetzelfde ritme. En dat is ja. toch niet fijn? En weet ja. ik het allemaal? Ik hoop dat in deze aflevering uh, ja. de wetenschap mij gaat staven. Dat het wel degelijk al behoorlijk ja. slim is. Dat ik uh, achteraf. Nou, ja, en het grappige is eigenlijk uit die studies. Want iedereen die uh, metingen op de loopband doet. Die heb jij ook gehad bij de ja. ontspanningstest. Dan zetten ze hem standaard op ongeveer een helling van 1%. Ja. En dat is eigenlijk om na te bootsen van de luchtweerstand. Wint, ja, helder. En dus, de, nou ja, en, en aan de hand daarvan. Alleen het is allemaal een beetje anekdotisch, losse eindjes. En die moesten aan elkaar geknoopt worden, vond in ieder geval ho hoogkamer. En uh, twee collega's. Dus die hebben de benadering gemaakt van, nou, ze hebben aan de hand van eigenlijk uh, allerlei modelstudies, hebben ze eens berekend. Nou, voor hun was de uitdaging met name, hoeveel heeft Kipchoge geprofiteerd eigenlijk van zijn hazen tijdens zijn uh, sub-2-poging? Ja, maken we weer even een zijstap voor de mensen die dat niet gezien hebben. Kipchoge ging de marathon onder twee uur lopen. Ik dat was het. een super wetenschappelijk experiment. Ja. Ook een soort van half de aanleiding, de uh, genesis van onze podcast. Op onze homepage kun je dat nog lezen. Ja. En hij liep dus inderdaad met hazen in een V-vorm voor zich. Ja. En zelfs ook nog hazen achter zich. In een omgekeerde uh, in V inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. En dat was als inderdaad, als je praat over alle innovaties die daar zijn ingezet. Ja, dan hoorde dat bij en de schoenen en inderdaad de hazen die afwisselden, maar ook in die speciale vorm. Dat was dan in de windtunnel van Eindhoven door onder andere Bert Blokken had dat zo berekend. Ja. Dus uh, dat geeft, maar dat ja, werd al heel snel, ja, maar dat is een wetenschappelijk experiment. Dat is niet het, het, het echte werk. Dat is niet het echte maar het hardlopen. Kijk je toch nog, vind ik, naar uh, gewone marathons bijvoorbeeld de Olympisch WK, uh, maar ook stadmarathons. Ja, het, het is een beetje, er zijn hazen. Ja, en er, zijn, er en, zijn hazen en er zijn groepjes, toch? Ja, Als je ja. naar het wedstrijd verloopt, mensen zoeken wel ja. een groepje op. Ja, maar aan de andere kant, uh, er zijn ook altijd mensen op kop van dat groepje. En er zijn ook, je ziet meestal aan de voorkant van het groepje, zie jij ook die toppers wel ja, lopen tussen. Ja, ja, het is ja. niet zo dat je denkt, hé, hey, waar is die en die? Oh, die hebben zich gestopt achter de ruggen. Nee, dus misschien is er ook een mentaal iets van. Of vind je het fijn om de weg voor je te zien. Ja. En dat is natuurlijk bij wielrenners veel minder. Ja, die, die, die kijken gewoon het wiel van hun voorganger, met name. Ja, en uh, dus, ja, het Wouter Hoogkamer. In. De aanleiding voor hun, voor de studie was zij wilden kwantificeren ja. hoeveel voordeel. precies. Tip ook nou ja. echt had van die hazen ja. in een omgeving. Kun je daar vee? echt iets over zeggen? Kun je daar, uh, ja, praat je over minuten of zijn het slechts seconden? En, uh, en, en ja, en daar, daar heeft hij denk ik wel een mooie benadering gedaan door eerst te kijken. Eerst kijken wat is nou de relatie tussen luchtweerstand en uh, ja, de impact op metabolvermogen. Ja. Dus voor verschillende snelheden ja. heeft hij gekeken. En eigenlijk ook verschillende luchtweerstanden. Dus hij heeft niet gezegd, uh, hij deed 12, 14, 16 km per uur. 14, 16, 18 misschien weet ik niet. En niet gezegd, ah, bij 16 is die luchtweerstand zo groot. 18, zo net zoals Puke deed dat die ventilator. Hij zei nee, we doen gewoon. Drie verschillende luchtweerstanden, nou nul, dat is niks, gewoon een loopband. En daarna heeft hij bij 4 uh, en 8 uh, Newton, ja dan wordt het even ingewikkeld. Hij heeft eigenlijk gewoon iemand vastgebonden om het middel. Heeft hij een, een touw aan vastgemaakt en daar een kracht van 4 en 8 Newton laten uitoefenen. En dat is eigenlijk 400 gram, 800 gram aan een katrol naar beneden laten hangen. Ja, we zien. dat de op YouTube. Figuur. Die zien ja. uh, dat plaatje nu ook in beeld. Je ziet een mannetje op een loopband lopen en ja. die heeft uh, aan zijn achterkant van zijn rug zit een uh, rubber tubing. Dus een, 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 een touw een eigenlijk. Elastiek, ja. Ja, en dat zit dan uh, via een katrol van uh, gaat er uiteindelijk naar zes meter hoogte en daar hangt weer aan de andere kant een gewichtje aan. Ja, dus de Hoogkamer heeft in die labzetting de wind echt vertaald als kracht. Ja. Er wordt letterlijk aan iemand kracht naar achter getrokken. En zo is het in principe ook natuurlijk. Ja. Hè? Van, ja. Uh, ja, hier ga je wel uit van dat de wind is evenredig verdeeld. Ja. Drukt dat lichaam naar achter. Nou, name het lichaamszwaartepunt heeft daar het meeste last van. Ja. Of daar, nou ja, en dan kun je op die manier, kun je netjes in ieder geval kwantificeren en uh, waarom, ja, 4 tot 8 Newton dat, dat komt naar voren bij allerlei uh, modelmetingen van... Ja, maar dat kun je natuurlijk wel in een wind, windtunnel testen. Ja, Iemand ja. van ongeveer, laten we zeggen, 1,80 hoog, zo breed. Krijgt uh, zoveel, oefen, precies, er wordt zoveel oefen, kracht hij. op het lichaam ja, uitgeoefend. Ja, ja, dat ja. kun je uitrekenen. Nou, en dan heeft hij dat dus met een echte groep uh, snelle lopers. Die liepen allemaal de 10 kilometer onder de 32. Onder dus, de 32? Ja. ja, nou, dat zijn natuurlijk die vriendjes waar ik hem uh, mee zie lopen op straat. Ja, ja. Nou ja, dat is dus diezelfde groep die hij ook voor zijn schoenen had. Of in ieder geval dezelfde soort groep. Ja. Dus dat, dat is ook waarom uh, die puke had gewoon die, die toppers allemaal niet. Hij wou het even goed weten. Want je kan je ook voorstellen dat ja, subtoppers of recreanten... op een of andere manier uh, meer bewegen. Meer, ja, meer minder, wind vangen. Meer wind vangen op die manier. Hun armen uh, echt niet uh, heel netjes houden. Dus hij wou gewoon kijken. Echt snelle lopers... Die uh, top of the beeld, waar, waar je van uitgaan dat die uh, weinig, uh, ja, zoveel, zo efficiënt mogelijk sowieso al lopen. En uh, eigenlijk proberen min mogelijk wind te vangen. Dus dit zijn kleine jongens ook, zijn ja, echte lopers. Ja, hè? Ja, doen, ja, ja, ja. Uh, en dan uh, uitgezet, dus horizontaal op de X-as. Dat is eigenlijk die kracht van 4 en 8 Newton, maar dan gecorrigeerd voor het lichaamsgewicht. Okay. van iedereen. En dan op de I-as uh, het uh, de vermogen wat daarvoor nodig was. Ja. Nou, en dan drie verschillende kleurtjes, want blauw is 12 km per uur, rood is 14 en uh, andere was groen uh, is 16. 16. Ja. Nou, dan zie je dus al... Dus dat zijn die drie verschillende snelheden. Ja. Drie kolommen laten zien drie verschillende weerstanden. Nul, niks. Iets uh, in het midden en uh, iets ja. rechts. En nou, moet ik zeggen, ik zit naar deze grafiek te kijken en ik denk, wat leer ik hier nou ja. uit? Wat zie ik? Nou ja, twee dingen. Ten eerste, als jij harder gaat lopen, kost het logisch ja, bij nul, ja. kost het meer uh, vermogen. Ja. Dat weten we zelf ook. Je ja, hebt... ja, dus dat is het feit dat de rode lijn is ja. groter, hoger bij dan de elk... blauwe en de groene lijn ja. de snelste tempo ja. kost de meeste was. Nou, Je ja. ziet duidelijk of uh, je ziet toch wel licht dat uh, het meer, meer vermogen kost. Als er een gewicht aan je hangt. Als ja, jij luchtweerstand Ja, Dat is ook wat hoger. En, Slide. en alleen, ja, het dus best wel flauw, lijkt het. Niet zo heel veel. Nou, dan moet je naar die assen kijken. Maar het belangrijkste is dat het eigenlijk voor die snelheden. allemaal de toename hetzelfde is. Ja. Dus die luchtweerstand heeft gewoon een, een vaste. Factor op dat Factor lichaam. is het vaste factor. Wat logisch lichaam. is. Ja. Want mijn lichaam verandert niet en het frontaal oppervlak verandert niet heel ja. veel. Dus dat is Maar dat kracht. zijn wel dingen die uh, ja, achteraf goed logisch... om te valideren. Ja. Ja, ja. Het kan zijn dat die mensen natuurlijk veel meer gaan bewegen bij hoge snelheden. Anders ja, gaan lopen, et cetera. Het enige wat me echt opvalt, nu ik zo met jou in detail naar dat grafiekje zit te kijken, is dat in de rechterkolom, oftewel waar de hoogste weerstand was toegepast, zien we de stipjes, en ik neem aan dat ieder stipje is een proefpersoon, ja. veel meer spreiding. Ja. Dan lijkt het of dat ongeveer twee derde van de proefpersonen allemaal hetzelfde vertoonde. Ja. En dan zijn er vier, vijf die heel ja. wat anders laten zien. Hoe kan dat? Ja, dat is een goede. Hij geeft daar ook niet heel veel antwoord op, oh, want ik denk ik nou heb ja, ja, hij, hij filosofeert natuurlijk wel van, ja, want dat is eigenlijk je CDA-waarde zoals we die in het wielrennen ja, wat, kennen. Wat, 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 wat betekent die spreiding? Ja, nou ja, dat is inderdaad de losse uh, individuele meetpunten. Dat de ene, ja, sowieso heb je spreiding dat uh, het vermogen voor de ene een stuk lager ligt dan de andere bij een vaste snelheid. Ja. Uh, nee, ja, nee, dat, die is is dus dat is variatie. de verticale variatie. Ja, maar die ondanks het feit dus dat deze gasten eigenlijk, ja, dit is niet te wijten dat de, 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 degene met de laagste of de hoogste vermogen ook het hardste lopen. Daar heb je ook niet. naar gekeken. Nee, 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 nee ze nee, zijn nee. allemaal sub 32. Ja. En, uh, en dan zullen, het zal dus niet zijn dat die spreiding verklaard kan worden dat de ene 28 loopt en de andere uh, inderdaad uh, 32. Ja, nee, dat heb je te maken met biologische variatie. Klaar? Ja, dat is het. het is het en, percentage van het lichaamsgewicht. Ja. En het andere is natuurlijk, ja, op de een of andere manier als oh, jij dus luchtweerstand nemen, aanbiedt. Ja. Uh, Door uh, in dit geval een touw uh, aan, aan de achterkant vast maken waar je een, een gewicht aan hangt. Dus iemand tegenhoudt op die manier een beetje. Ja, ja de ene heeft daar meer last van uh, qua uh, metabool, Ja, impact dat, op metabolvermogen ja. dan de ander. En dat, ja, dat zou je CDA-waarde in het wielrennen zijn. Nou, dat is je lichaamsoppervlak. Denk ik. Ja, want... en ik zie iets anders, want de enige interessante variatie is de verticale variatie. Want die horizontale variatie ja. is dus het, hoe, hoe groot percentage ja. dat gewicht van het ja. lichaamsgewicht ja. is. Dat is natuurlijk een deling, en als er meer gewicht op komt, dan komt ja. die variatie ja. groter. Ja. Nou ja, en dan heeft hij alles samen, uh, denkt hij, oké, okay, als die, die, die lijnen voor alle drie de snelheid hetzelfde zijn, dan kan ik gelukkig alles in één, één figuur plotten. Ja, en dan kan je een algehele stelregel. Uh, opstellen en dat voor hem komt hij uit dat het. Dus de luchtweerstand, of daartegen aanlopen, tegen inlopen, ja. is 6,13% uh, van het metabol vermogen per uh, even kijken, kracht van uh, uitgedrukt als percentage van je lichaamsgewicht. Kijk, hij wil natuurlijk. Ja, want uh, hij moet corrigeren, want meer wind is natuurlijk. Nee, jij ja, zegt hij dat? Dat als er, als er dus meer wind ja. tegen is, wordt het een groter deel van je metaboolvermogen. Ja, ja, dat is ook logisch ja. eigenlijk. Dus dit, met, hier kun je dus eigenlijk voor iedereen gaan berekenen van... Dit is de, van bij deze okay, windsnelheid, ja. bij dit gewicht, ga jij zoveel lasten van ja, hebben. precies. En alleen... En dat ligt dus gemiddeld rondom... Ja, op 6,13 per uh, procent van, je, van dat lichaamsgewicht, zeg maar. Maar ja, dan moet je dat Doet procent... mij denken aan die 7-8% ja. waar puke al 40 jaar ja. geleden mee kwam. Ja, want dat procent lichaamsgewicht nogmaals, is niet zo simpel van... Yo, je deelt het dan door je lichaam. Nee, dat is puur eigenlijk de kracht. Ten opzichte van, hè? Ja, ja. en uh, nou ja, uh, dat klopt. Uh, maar ja, je zult zeggen, ja, met de puke, ja, nee, dat klopt. Dus dat, die had inderdaad 8% of 7,8. Dit dus is misschien... Uh... Maar dit, nogmaals, ik vind het, het is netjes uitgevoerd omdat hij eigenlijk nu een, een vaste uh, regel uh, laat zien. Oké, okay, dit kan je eigenlijk loslaten op elke loper. Ja. En dat is natuurlijk voor ons ook heel interessant. Ja, want dan kun je het vertalen naar rekianten, ja. naar Kipchoge, naar toppers. En dat heeft hij dan ook gedaan. Ja. En wat komt dan, daar uh, dan uit? Ja, nou, heeft hij eerst toch naar Kipchoge gekeken? Bij een vaste snelheid, Hier, uh, natuurlijk. Uh, lieve luisteraars, moet ik zeggen, <laughs> zijn jullie net zoveel in het voor- of naden als onze kijkers op YouTube, want er staat nu een tabel in beeld. die met geen mogelijkheid te lezen is. Ah, zo klein zijn de cijfers. Dus we gaan even uh, elkaar daar doorheen ja. praten. We te... zien een aantal lopers waar die mee is gaan rekenen. Ja, eerst Kip en dan de snelheid die die liep tijdens het, uh, weer zijn, zijn record, sub 2. Ja. Dat nou. zijn de bovenste zes regels. En dan gaat hij vanuit, nou dat is de snelheid die hij haalt. En dan heeft hij verschillende uh, formaties bekeken. Ja. Een formatie Van, waarin de drie lopers voor hem lopen. Eentje waarin een één voor hem, drie achter hem. Eentje waarin een hele. Uh, pijl eigenlijk voor ja. hem loopt en hij daarachter een recht lijntje met eentje voor en achter hem en de befaamde omgekeerde V. Ja. En hij heeft voor de vorm ook nog even uitgerekend ja. wat het zou gebeuren als hij in een vacuüm zou lopen. Wat als je nou perfect uit de wind kan worden gehouden en helemaal geen last hebt van die luchtdienst, dan laten we die volgen. Ja. Want dan zie jij van, dan word je 100% uit de wind gehouden, weet ja, hij aan. Ja. Wat levert dat dan op voor metabol vermogen, laat hij dan zien? Dat die daling van je percentage. Ja, dat is 8,5%. Ja. En hij, ja, dus, hij, nou ja, dus als jij precies weet welke snelheid iemand loopt, dan kan je dit loslaten op die formule. En dan weet jij ook van uh, hoeveel metabol vermogen normaal extra erbij komt. Nou, wat als je 100%. Dat kan vermijden. Nou dan haal je dat eraf. En dan heeft hij dat losgelaten op hoeveel winst dat oplevert op de marathon. Ja, nou, dat is het laatste getalletje. Dat is 6,5 minuut ja. in, een in een Dus vacuum. Oftewel, dat is wat er maximaal te winnen is ja. met wind in bij de snelheid van Kipchoge. Ja, maar gelukkig die regels daaronder. Gaat ja, het met ook wind, bij andere met snelheiden. in ieder geval, uh, ja. Uh, ja, uh, uit de wind worden gehouden. Of, ja. Uh, ja. Ja. En dan uh, zie je nou dat uh, de formatie die Bert Blokker had uh, bedacht dat hij inderdaad ook wel heel veel oplevert. Ja, dat nou, is die omgekeerde ja. V. Dit levert het meest op. Vijf en half minuut, zegt hij. Ja, en Misschien. dat is dus ook deels gebaseerd... deels op deze formule... maar da daarna allerlei studies gedaan. Die hebben gekeken hoe beweegt de wind zich eigenlijk... door zo'n formatie heen. Ja, hierheen. precies. En ja, dat ja, heeft ja, hij ja. allemaal gecombineerd in deze tabel... En dan zie je op die manier eigenlijk van uh, welke formaties hoeveel winst uh, opleveren voor Kip Jogi. Ja, nou, dat is ergens maar tussen Maar Kip Jogi de... is een bijzonder, bijzonder ja. uniek mens in de wereld. Wat ik leuk vind in deze studie is dat ik op de onderste drie regels ook een vertaling zie naar ja. onze belevingswereld. Daar rekent hij namelijk uit wat zou er gebeuren bij iemand met een drie-uur, een vier-uur of een vijf-uur marathon. Ja. Als die in de formatie, en dat is niet de allergunstigste formatie, nee, dat is zelfs de minst. Gunstige ja. formatie. Maar dat is namelijk, wel het uh, ja, meest logische Ja, logisch Namelijk bij. dat je achter iemand loopt en nog iemand links en rechts voor je. Ja. Dan uh, rekenen ze uit dat dat ongeveer al 57% uh, draft reduction, oftewel minder wind tegen, oplevert. Ja. En als je, nou laten we eens die vier uur marathon pakken. Dat zijn natuurlijk een hoop mensen die dat doen. Die zeggen dan dat je dat zo'n 1,2% uh, metabol vermogen uh, scheelt. En dat is toch drie minuten op ja. je eindtijd. En dat maakt dus het grappige is dus voor een drie uur en een vier uur en een vijf uur maakt niet uit. Nee, hoe Want kan zich, dat? Ja, ja, nou ja, bij vijf uur heb je minder luchtweerstand, ja, mee te omdat maken. je langzamer gaat. Maar je dus bent dat langer bezig. Ja, ja ja, exact. ja, ja, precies. Eigenlijk al die waarden, of het nou drie, vier of vijf uur is, ja. er is zo'n drie minuten ja. te winnen op een marathon ja. door achter mensen te gaan lopen. Ja, ja ik heb het uh, niet lang geleden hadden wij het bij het werelduurrecord van Dan Biggum over gratis watts. Ja. Ik zou zeggen, hier liggen ze ja. toch? Ja, klopt. Nou, daar zijn wel wat dingen aan op te merken. Dat vreesde ik al. En dan is ten eerste: uh, ja, hoe vaak lukt het om jouw perfecte groep te vinden? En dan mooi in de middenacht van van tijd voor. Van maar drie. dan moeten we misschien zo met Guido even bespreken want dat is meer race-tactiek. Uh, waar uh, uh, Hoogkamer het ook over heeft, is van uit de wind worden gehouden kan prettig zijn voor minder luchtweerstand. Maar niet zo fijn bij warme temperaturen. Koeling, koeling. Dus ja. dat, uh, ja. Uh, oei, dus dan zou je dan de volgende studie moeten gaan kijken, hoeveel uh, f vermogen levert het mij op als ik goed ja. gekoeld word door de wind, ja. want er zit dan een soort optimum. En, in. en uh, misschien de frustratie af en toe dat je iemand aantikt voor of dat je ja, continu met die schoenen voor je aan het kijken bent... terwijl je helemaal niet meer aan het... Ja, je hebt geen blik meer op de weg voor je, noem maar op. Alleen maar focus op dat. Doen wiel, doe wielrenners toch ook? Ja, hoe fijn loopt het? Ja, maar lopen zijn misschien anders. Uh, dus het mentale aspect van dat je het helemaal niet fijn vindt... en niet gewend bent om... En dat moeten we maar zelf aan Guido ja. vragen. Van, ja, ga je, dit, ga je we, dit trainen? Laten we hier maar eens even met onze topcoach over doorsparren. Ja. Over hoe weet je dit nou? Want ik ben wel met je eens. Wat je eerder al zei, ook die kritiek op puke. Kan je hier ook zeggen, dit is wel een beetje een laboratoriumwerk. Ja. Hè? Hoe, hoe praktisch haalbaar is dit nou in de praktijk? En, want, en dat is, uh, daar komt, Ross Stukker heeft hier ook wat over gezegd al eerder. En die zei, ja, maar dan... De Zuid-Afrikaanse ja. professor. En, en uh, die neemt geen blad voor de mond. Die noemde uh, iets van, ja, maar leuk die laboratoriummetingen. Uh, maar hij zei, je had het over de drafting paradox. En het, het is gewoon zo dat na 30 kilometer in bijna al die marathons de hazen afhaken. Uh, die, die, die houden dan niet vol, tot 25, 30 kilometer. Mm -hmm. En daarna is in principe, zie je heel vaak een negative split. Wordt er juist harder gelopen. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk een beetje indirect. Bij wij maar eigenlijk zegt hij op die manier: van, Nou ja, ik geloof echt niet dat het zoveel winst oplevert. Anders zou je eigenlijk misschien wel verwachten dat ze na, als die hazen weg zijn, zeker niet harder meer gaan lopen. Natuurlijk uh... wel. Dit kan ik al met afleveringen van de Slimmer Presteren ja. Podcast recht lullen. Want vorige week hebben wij we het gehad over het belang van dat je je koolhydraten en je glycogeen ja. moet sparen. Ja, dus je bent dus gewoon. Aan Rostukke, het je kan heel goed ja. betogen dat je tot 30 kilometer lekker lager, lager ja. hè, gratis watts in je energie hebt gezeten. En bij 30 ben je nog zo fris mogelijk zo, ja. en kan je gaan. Ja. Maar goed, Klap. ik snap ook wel wat Rostukken zegt. zegt. Er zegt ook iets in. Kortom, dit, uh, we hebben hier een wetenschappelijk studie. Goed uitgevoerd, gevalideerd. Er valt zo'n drie minuten te winnen. Ja. Maar nu in de praktijk. Zullen we daar maar eens met onze Guido Vroemen over doorpraten? Doen we. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. 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 Fijn dat je er weer bent. Uh, hoe is het met de wind in Leusden? Hier is uh, altijd wel uh, een lekker windje rondom de boerderij. Ja, ja, precies. Het waait lekker door daar bij jou. Uh, we hebben het weer eens over hardlopen. We hebben net met elkaar uh, een studie van Wouter Ho Hoogkamer zitten uitvlooien. Ja. Uh, winst, winst te halen door uh, achter mensen te gaan hardlopen. Maar we kwamen er eigenlijk al snel op uit dat dit heel interessant klinkt op papier. Maar hoe maken we dit praktisch? Dus uh, ja, daar moeten we dan jou voor hebben natuurlijk... als uh, ja. enerzijds sportarts... anderzijds topcoach... van een hoop uh, serieuze ja, want, atleten. Ja, jij laat Gerrit ook in zijn uppie trainen vaak. En ik moet zeggen, als ik ga fietsen... doe ik dat ja. wel met een groepje. Maar hardlopen doe ik eigenlijk nooit... in een groepje dat ik afspreek met anderen. Kom, we gaan. De... Nou ja, hooguit bij de UATT-training. Ja, maar maar dan, dan ga je ook vaak individueel... tempo toch, lopen, ja. ja. Kortom, hoe doe jij dat? Laat ja. jij jouw um, atleten oefenen... In, uh, in een groep lopen of slim achter iemand uh, lopen? Nee. <laughs> oh, nee, ja. nee, eigenlijk nee. niet. Maar daar is winst te halen, Guido. Ja, dat hoor ik nu, inderdaad. Maar wat doe je dan als je alleen op kop loopt? Ja, niet doen dus. Nee, ik echt? moet aan denken, ja. we, we, we hebben het hier eerder over gehad. Uh, vrij recent nog in de aflevering uh, Sub 7, Sub 8 Triathlon-experiment. Ook ja. wel eens eerder over lopen op vermogen. Uh, ja. Tot die tijd werd altijd uh, wind en hardlopen een beetje weggewuifd. Maar nu zijn er dan toch data die mijn gevoel, wat ik toen al in die aflevering zei, ondersteunen. Ja. Het levert echt wel veel op, toch? Ja, maar dat is allemaal voor de mensen die achter de koploper zitten. Ja, ja. ja. <laughs> en dus jij zijn natuurlijk over... alleen winnaars. Uh, ja. Koplopers. Dus die van mij moeten ze dan voorop lopen. Ah, ja. En dan heb je hier dus niks aan. Nee. <laughs> Tenzij de motor ervoor zit. Want dan hebben ja. we dus wel weer even een groot voordeel. Hè? Want dan moet je gewoon achter die motor korter op gaan lopen. Maar ja. oké. Okay. Um, maar als je mensen hebt die natuurlijk in, de, in een groep zitten. En dan heb je ook bij marathon vaak. Dan denk ik, ja, sommigen vinden het vervelend om in een groep te lopen. Dan moet je dus hier dus wel aan denken dat je denkt, ja, wacht even. Ik kan je nou wel denken dat het heel vervelend is om in een groep te lopen. Ik kan me beter gaan verschuilen, want het scheelt me toch gewoon een paar procent mm -hmm. minder energie met hetzelfde tempo. Ja, karate watjes. Ja, ik vraag me af uh, jij hebt de vermogensmeter hè. Ja. Die ja. kan jij live uh, natuurlijk zien tijdens het hardlopen. Ja. Kijk jij heb jij wel eens in Rotterdam gekeken ook van ja, je ging weg met een bepaald pacing uh, ja. strategie. Ja. Als je dan in een groep zat, keek je dan op je loge. Uh, als je achter iemand liep of juist aan de zijkant heb je dan een beetje. Dat, je dan, dat zou je meteen, moet je dat nee. terugvinden ja, in principe eens, dan in zou jouw wat vermogen. Moeten gaan. Ja. Wat, uh, wat ik daarover kan zeggen is dat uh, de stride, want zo heet die vermogens, uh, hardloopvermogensmeter, uh, beweert dat die ook windspeed meeneemt. Ik heb met Guido ook wel eens gekeken naar windpower data. Mm -hmm. Hebben wij het wel eens over gehad met elkaar, maar ik merk... Ja. Dat is dan weer mentaal. Ik geloof er geen s'nars van. Ik, ik geloof gewoon niet dat dat kleine ding op mijn, hè, die 2 euro munt op mijn vetus, ja. ja. een okay, adequate okay. inschatting kan maken van hoeveel wind ik ja, tegenkom. Ja, maar dat, daar nee, zit een kanaaltje dat... in, hè? Ja, toch? Ja. Dat is een Er zal een zandkorrel uh... ja. in zitten. En hier. ik heb er natuurlijk ondertussen <laughs> ja, een stuk of 15 mensen die, uh, die zo'n ding hebben. Ja. Ja. En dan wonen, dan, ze wonen over het hele land dan verspreid. En uh, in Zeeland waait het vaak veel harder dan uh, 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 hier bij jou op de Utrechtse Heuvelrug. In Leersum tussen de bomen. Ja. En daar zie je dan toch als ze een bepaalde rondje rennen. En je ziet het rondje uitgetekend met, uh, met de route. En je weet het, ah, maar het was Zuidwestenwind. Dat ze een bepaalde route, en dan denk je, ja, maar daar hebben ze dus dan zeker weten heel veel wind tegen. Totdat het er ook gewoon uitkomt. Hè, mm -hmm. dat, ze daar, dat je daar dus ziet in de analyses, daar is uh, het aandeel windpower niet 1%, maar daar is het gewoon 4% of 5% zelfs. Dus dat, wat dat betreft denk ik... Nou, nee, dat geloof ik ook nog wel. Als, als je in eentje in de volle wind loopt, maar bijvoorbeeld dit ja. waar we het vandaag mm. over hebben. Dit is wel marginaal. Als ik achter hè? iemand ga lopen, mijn schoen zit daar beneden. Ja. Uh, ik merk het natuurlijk op borsthoogte. Daar, nee, papa, dat klopt. Daar, daar, ja. ja. Maar laten we het gewoon ja. eens proberen. Hè? Laten we ja. het maar eens een keertje deze de, de komende tijd eens even... Als het gewoon... Dan moet het wel echt waaien. Ja. ja, en dan iemand ervoor gooien. Ja. En dan zet je Jurgen ervoor. Als hij een ja, beetje kan uh, doorlopen. Een beetje, ja. beetje oh, ja. Jurgen ervoor <laughs> op, de br op de Brommert. <laughs> op de Brommert dan. Nou, ja, leuk. En jij erachter lopen. Ja. En dan weer dan voorlopen. En dan weer erachter lopen. Ja, dat En dan, is dan. kijken we achteraf of we, of we dat eruit kunnen halen. Ja, Kijk. dat vind ik wel een mooi ja. experiment. Dat uh, coinen we bij deze, dat we dat uh, gaan ja. doen. Ja. Uh, als er leuke luisteraars, ik zou wel zeggen, uit de buurt van de Utrechtse Heuvelrug zijn, ja. uh, meld je even aan via de befaamde ja. kanalen dat je mee wilt doen aan het experiment. Ik weet dat Corné natuurlijk meteen zegt: Ik wil meedoen, maar om nou helemaal uit Zeeland, waar het zo lekker waait. Ja, daar waait uh, deze het genoeg. op te komen. Ja, maar laten we meteen een wetenschappelijke studie. Ik ga een hoogkamer erbij halen, die, die zal ook nog wel even een ja, mooie wil dat controlegroep. En, uh, ja. Want nu is inderdaad de volgende stap, zijn bevindingen uit het lab doortrekken naar de ja, praktijk. Ja, kunnen wij die, die nou. in de praktijk valideren? Gaan we hier met de podcast ook een beetje wetenschap ja, doen? Ja, leuk. Het is mooi uh, in lijn met ons project met een bepaald wielrenner... wat uh, <laughs> oh, we ja. ook uh, aan het opstarten zijn. Hele TD. Ik uh, ja. kan er even nog niks over de status <laughs> zeggen. Um, maar in, je in... kunt dit wel, natuurlijk wel gebruiken... als je uh, uh, met, met een aantal hè, triathleten die op het laatste moeten lopen... en die zitten in een, uh, nou ja, in een groepje van twee, drie, vier, vijf. Dat je denkt, nou ja, weet je, daar komt het parcours... We dadelijk, hebben we wind op de kop. Ik ga lekker achter iemand anders lopen. Dan laat ik die wel de kop trekken. Ja, ja. Nou ja ik herken dit uit hoe ik in mij in hardloopraces gedraag. Uh, Jurgen, jij zei net voor dat we gingen zoomen... met Vroemer iets over. Ja, maar dan moet je op de hakken van degene voor nou, je kijken. Nou, ik vind het lastig uh, met, met lopen. Een, een eigen tempo heb je. En dan vind ik het lastig om te variëren in tempo. Als het net even te langzaam gaat, voelt het niet fijn. Ja. En met fietsen, ik, in principe kan je veel meer, heb je een veel grotere range, vind ik. Dan ja. vind ik het prima om achter iemand te hangen in een groep die echt gewoon uh, 40 gaat. Ja. Nou ja, met hardlopen zou dat relatief, lukt mij dat dan toch? Nee. Maar, we hebben nee, wel maar een... daar is het verschil natuurlijk ook gewoon kleiner. Hè? Want ja. je hebt het nu over 4% wat het ja, makkelijker is. Dat klopt. En bij fietsen, ja. als je achter iemand gaat fietsen en je hebt stevig tempo, ja. wordt je zegt 40 per uur. Dan is het al 30% Ja, misschien ja, ja. zelfs minder. meer. Ja, als je, en in ja. de buik van het peloton uh, tot 80% procent. Dan is het nog procent, zeg, blokken, dan, is, ja. dan is het kans. Dan Klopt. hoef je bijna niks te doen. Ja. En ik heb hier wel een tip. Uh, hoe ik vaak races start. Er wordt mij hier in de podcast altijd verweten als jonge hondengedrag. En tuurlijk, die eerste kilometer gaat te hard. Omdat ik vanaf rij 3 start en me mee laat zuigen. Het effect daarvan is dat ik dus altijd daarna wat terugzak. Ja. En dan kan gaan aanpikken bij iemand waarvan ik denk: hé. Hey, dit is mijn tempo. Ja. Dus dat heeft misschien iets te maken met positionering ja, in het startveld. Ja. Dat als je natuurlijk helemaal achteraan staat en je moet naar voren en je moet dan jouw tempo gaan zoeken, dan, dan wordt het lastiger. Ja. Ja. Maar ik, nee, maar ik geloof ook, wel langs. Maar... Ja, ik geloof ook echt dat je in een, in een grote groep met bepaalde hazen, natuurlijk, die precies die tijden aangeven, zoals in de marathon. van om, om nou, je, je eindtijd. Precies op het uur, ja, ja de kwartier. befaamde pelotonnetjes. waar ja. ik het uh, over had nou, in de Rotterdam -marathon. als je dat dat slim uh, benadert, ja, dat zeker. Weet je, lekker uit de wind. Ja. ja, ja, alleen, ja, goed. Ik nou ja, goed. De discussie is een beetje bij het wielrennen, natuurlijk. Ik kijk, kijk ik uh, alleen maar op het wieltje voor me ook niet. Je kijkt wel iets breder dan dat, maar in principe, uh, nou ja, uh, niet. Ik hoef niet alles te zien van de weg voor me, dat lukt niet. Bij het hardlopen voel ik me een beetje jonge, opgesloten. Dit maar is het verschil uh, tussen lekker een rondje hardlopen ja. in het bos en in een wedstrijd. Als, als ik met 10 kilometer per aan het lopen ben, zoals uh, voor de zomer... <laughs> ja, dan uh, kan dat? ik jou vertellen dat mijn blikveld ook heel klein ja, is. hoor heel, uh, loop ja, ik echt niet ja. rond te kijken hoe Voorthuizen eruit ziet. ben ik gewoon <laughs> drie meter voor me. Als ik dan een rug heb, ja. prima. Dan kijk ik wel naar die ja. rug en aanklampen. Maar misschien is voor, voor Guido ook interessant. Er zit heel veel variatie ja? ook in die metingen van, van de Hoogkamer 2, die wel allemaal proefpersonen onder de 10 kilometer, onder de 32 minuten had. Ja. Yes. Uh, ja, de ene is dan de bijdrage aan de metabolenvermogen, is, is uh, richting de 8 En de ander slechts 4 Ja, wij kwamen daar niet heel goed uit. Ja, dan ga je praten over een soort CDA-waarden. Hoe, ja. uh, hoe kan jij dat? Uh, ja. Hoe, hoe zie jij dat ja. eigenlijk? Ik denk niet dat... Kijk, hij zal gemeten hebben van mensen die achter iemand liepen. Nee, nee, hij heeft een gewichtje aan de rug getrokken. hij heeft, ja. dus hij heeft de windpower vertaald naar weerstandskracht. Hij heeft eigenlijk uh, inderdaad uh, luchtweerstand... Ik kan dat uh, even laten zien aan je. Ja? ...gesimuleerd door een gewicht achter iemand te hangen... ...via een katrol. En dan weet hij wat de... En dan aan de, de zuurstofmetingen, uh, het metabol vermogen ja. geschat, en dat voor verschillende gewichten en bij verschillende snelheden. En daar dan gezegd. Oké, okay, per uh, percentage uh, lichaamsgewicht wat je aan horizontale ja. kracht ja. van drag ja, ja, hebt, ja, ja, ja. Okay. dan kost dat 6,13% aan metabol vermogen. Maar... Maar daar ziet tussen die zes. Inderdaad. zes is, kan vier of acht zijn, zeg maar. Terwijl het maar allemaal ik... snelle lopers zijn, die denk ik allemaal best wel dezelfde bouw hebben. Behoorlijk uh, dezelfde loop-economie mogelijk. Maar, uh... dat denk ik, ja, dat zal wel verschillen. Ja, ja. Hè, sowieso is dat bij heel veel mensen wel anders. Want ze hebben denk ik, de, de ene heeft een running economy van 210, de andere 200. Ja. En eentje van 190. Dus daar zit wel natuurlijk veel verschil in. En als je het op deze manier test, dan heb je wel steeds een constante rem van achteren. Ja. Ja. Wat in de praktijk natuurlijk heel anders is. Want de wind is echt niet constant recht zo lekker, zo, zo mooi op je, recht op je af, zodat je daar heel geleidelijk door wordt geremd, zoals bijvoorbeeld een rolweerstand. Ja. Wind komt van alle kanten en is dan weer hard en dan weer uh, niet hard. En dan valt hij weer weg en dan is hij weer uh, vlagerig. Ja. Dus ik denk dat dat veel ongecontroleerder is... dan dat je dat in deze opstelling... dan is het in theorie natuurlijk... heeft het voordelen om erachter te lopen. Maar in de praktijk is het eigenlijk... heel lastig te, uh, toe te passen. Want om goed uit de, de wind, wind te blijven. Is gewoon, de wind ja, is gewoon ja. veel te halen. Ah, ja, dat herken ik wel. Ik merk dat jij een vraag hebt opgeworpen... die hebben we nog niet helemaal afgemaakt. Dat experiment wat wij gaan doen... Uh, Guido, even checken bij jou, die strijd. Zou in theorie, wat, in het scenario wat Jurgen schetst... Dus ik, ik loop te peesen op mijn metabole vermogenswaarde op mijn horloge. Als ik dan uit de wind zou gaan lopen en de stride detecteert die windpower goed, dan zou dat ook dan een paar procenten in die waarde moeten schelen, real-time? Mm -hmm. ja, ja, exact. Dat, dat zou live te zien moeten zijn. Wat, wat de stride doet, is eigenlijk hij, mee, hij Nou ja, de oude stride had geen wind. Nee. En die wind is eigenlijk erbij gekomen. Dus dat is het Extra stukje vermogen bovenop wat die oude al kon. Ja, en de, dus maar dat is jij... dus ook wel real-time, zeg maar. Ja. 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 ja, dus dan zie je ook als je ineens wind tegenkrijgt, dat je denkt: god, dan komt er ineens wat extra vermogen bij wat ik lever. Maar dat voel je ook. Ja, dat klopt ook. Ja, dat is, uh, dat is waar. En als je dat extra vermogen... wat je bij die wind doorkrijgt, dan, dan hè, gaat die bijvoorbeeld van 300 naar 310. Dan zul je dus denken, oh 310, dat, als ik dan dit tempo met deze wind ook nog eens tegen vol moet houden, dan ga ik, dan ga ik niet houden. Dus zal ik mijn eigen verlogen dus moeten laten zakken. Ja. Wat dat dan ik weer, weer naar klopt. die 300 kom. Ja. Wat dan weer klopt. Ja, ja, helder. 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 Kortom, uh, een mooie studie. Dank. Leuk om de boel aan elkaar te rijgen. Wouter Hoogkamer weer eens voorbij te zien komen. Maar Op de Ameronkse dijk. Ja, op de dijken kunnen we het wel daar. doen. Ja. Ja. Dus, het wordt tijd om uh, luisteraars weer te gaan betrekken... en ze even uit te leggen. Het kan zijn dat je natuurlijk deze podcast nu voor het eerst luistert... en denkt, "Hé, slimme presteren podcast, <laughs> uh, moet ik hier nou mee? Nou ja, je moet leren... één, dat je wel degelijk uit de wind moet gaan lopen... Dat twee, als je dat niet achter een te langzame lopen wil doen, lekker vooraan in het startvak starten en ja, je terug laten zakken naar een tempo wat jou aanslaat. Uh, drie, lopen met een vermogensmeter helpt je, want je krijgt dus live in de pacing uh, die waarde mee. En uh, vier, wij gaan een experimentje doen om te kijken of we dat echt kunnen reproduceren. En daar uh, hebben we hulp bij nodig. Dus uh, weet ons te bereiken, bijvoorbeeld via social media, slimmerpodcast, op Twitter en Instagram. Vind je van iedere aflevering een post? Daar kun je op reageren. Je kan ons DM'en als je zegt: Nou, leuk experiment. Ik wil wel een keer meedoen. Of als je een aanvulling hebt of een vraag. En je kan natuurlijk ook die tweet retweeten, zodat nog meer mensen deze podcast ontdekken. En dat effect schijnt ook te gebeuren als je veel hartjes geeft op Instagram. Want dan uh, denkt Instagram: Oh, ik zal deze posters aan meer mensen laten zien. Vervolgens kun je ook naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar kun je uh, van iedere aflevering een uh, eigen pagina vinden. Die link die kan je kopiëren, doorsturen. rondappen in je hardloopgroep van, hey, ik heb nou toch een leuke podcast. Wel een beetje theoretisch, maar ja, je hebt er toch wat aan. Uh, en je kan daar ook in de reacties uh, uh, met ons meepraten en reageren. Of stuur ons een mailtje naar post.slimmerpodcast.nl. En uh, daar uh, lezen, we, dat lezen we altijd. Veel leuke vragen, veel leuke onderwerpsuggesties. Die gooien wij allemaal op een grote lange lijst. En als we dan weer eens bij elkaar zitten zonder microfoons. Dan zeggen we nou, waar zullen we het de komende weken eens over hebben? Dan nou, kijken we altijd naar dat document. Dus uh, blijf dat vooral doen. Soms duurt het wel een half jaar of een jaar voordat jouw onderwerp misschien voorbij komt. Maar dan is het ook goed uitgezocht. Um, um, wat ga je doen dit weekend, uh, Jurgen? Eh. Uh, 18 september. Niet ja. ja, nee, ja, ik heb allemaal verjaardagen. Oh, leuk. Twee, allebei met. Nou ja, al even, social even, events. Nou ja, om het even... Uh, nou, maar, maar, mijn oudste dochter is jarig ah. morgen? Ja? En de jongste vertrekt zondag voor een half jaar naar Costa Rica. En dat moet om acht op Schiphol zijn. Dus die ga ik uh, uitzwaaien. Leuk, leuk. Dus, uh, ja. Dit is ook het weekend van het vierde uh, Slimmer Posteren podcast event. Uh, half augustus hebben wij voor iedereen op onze mailinglijst. Dat is ook wel leuk. leuke. Als je dat nog niet gedaan hebt, als je bij ons op de website komt, krijg je zo'n pop-up. Wil je ook op de mailinglijst? Nou, als je dat doet, krijg je niet alleen iedere week een mailtje met de nieuwe aflevering, maar soms ook extra uh, perks. Bijvoorbeeld, uh, als je meedeed aan Renkum, de keizer Triathlon, de Exterra Nederland op Ameland of dit weekend de Dam-Damloop. Dan uh, krijg je een geheime code waarmee je een gratis. Slimmer presteren podcast shirt kan bemachtigen. We hebben al flink wat mensen gedaan. Want aanstaande zondag sta ik op de Prins Hendrikade niet om te, ja, wel om te starten. Maar niet om te lopen. maar samen met Bert Pessink als uh, startspeaker. Dus dan ga je ook checken of degenen die dat shirt hebben gekregen. of ze hem aan hebben. Ja. Bijvoorbeeld uh, Fred Vonk, die was een van de eerste die hem meteen bestelde. En dan probeer ik in die 13.500 lopers. zo'n mooi shirt te spotten en te zwaaien. En uh, leuk. En die renkermussen, die hebben het wel makkelijk gehad. Ja, die zonder hebben een race, shirt gekregen zonder je. race. Ja, ja, maar ja, dat. Uh, ik hoop dat die lekker zit. Ik krijg goede geluiden over. Dat die uh, fijn past. Dat die echt lekker active dry is. Ja. Heerlijk sportshirt. Dus als je nu denkt, ik doe niet mee aan de Dam-to-Dam loop, maar ik wil ook zo'n shirt. Uh, Erg shop, hè? Aerodynamisch wel, hè? Ja, best wel. Ja. Ja, hij kleedt mooi af. Goede CD-waarde. Goede CD-waarde. Ja. Zo ja. is het. Okay. Guido, jij nog mooie plannen? Ga je ook meedoen aan de Dam-to-Dam loop? Nee, lopen is niks <laughs> voor jou, hè? Nee, niet meer, hè? Ik nee zeg, niet meer. Ik moet het tegenwoordig houden met uh, wat korte loopjes. En vooral fietsen. Lekker fietsen. Dus jij gaat lekker fietsen dit, uh, ja. dit weekend. Top. Ja. Dank weer. Uh, wij spreken jou graag weer uh, volgende week bij een volgende aflevering. En uh, dank voor weer uh, jouw inzichten en kennis. Goed. Tot volgende week. Jurgen, tot volgende week. Ja. Doei. Succes mannen. Hoi. Doei.